Ben, kun je eventjes in mij kort uitleggen waar we naartoe gaan? Ja, we gaan naar het Mauritshuis. Samen met wat heel aparte, hoogwaardige gasten. Waaronder jij en ik. Ja. Kijk eens hoe prachtig het eruit ziet. 200 jaar. Beetje jouw leeftijd, Bert. Ja. Maar jij ziet er ook nog goed uit. Ja, je weet niet hier wat je ziet. Ik ben totaal onder de indruk. Ik kan niet zeggen dat het aan mijn opvoeding ligt, maar misschien aan mijn luiheid. Lekker hoor. Ik word hier toch heel blij van. Kijk, hier gaan ze straks in. Hè. Daar zijn ze nog net even te klein voor. Dat is natuurlijk ook een paleis dit, voor die dieren. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog, oftewel mijn filmpje. En ja, we hebben van de week heel veel gedaan. We hebben 4 of 5 optredens gedaan. Ik heb een videoclip opgenomen voor een nieuw liedje. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben wat interviews gedaan. Nou ja, met mijn jonge zijdehoentjes gaat het ook heel goed. Ze zitten nog steeds in een tijl, omdat ze nog te klein zijn om in de grote hok te gaan. Voor degenen die daar geïnteresseerd in zijn. En voor de rest is het eigenlijk hartstikke druk. Er komen een hoop optredens aan, een hoop televisiewerk. En ja, we hebben morgen ook weer televisie, muziekfeest op het plein. En dat houdt in dat, dat jullie dat volgende week weer allemaal zien. Bert, kun je eventjes in mij kort uitleggen waar we naartoe gaan? Ja, we gaan naar het Mauritshuis. We zijn uitgenodigd door de directie van het Mauritshuis. Dus we krijgen een privé rondleiding samen met wat heel aparte hoogwaardige gasten. Waaronder jij en ik. Ja. Heel goed. Ja. Nou, we zijn hier bij het Mauritshuis. Kijk eens hoe prachtig het eruit ziet. 200 jaar. Beetje jouw leeftijd, Bert. Ja. Maar jij ziet er ook nog goed uit. Het Mauritshuis is iets jonger. Ja, dank u wel, mevrouw. Ze zegt, we zien er allebei goed uit. Nou, dat is toch fijn, hè? Hier zien we natuurlijk even mooie schilderkunst. Koeien en stieren is het allermoeilijkste om te schilderen. Dus voor kunstschilders, voor mensen die gewoon ja, wat dan ook willen doen. Je ziet nooit mensen meer in deze tijd die koeien schilderen, omdat het niet te doen is. Maar het is prachtig daar. En niet zo groot ook, gelukkig. Anatomische les. Anatomische les, en dan is natuurlijk Rembrandt, die mocht dat doen. Er waren maar heel weinig mensen in die tijd die dat mochten. Maar Rembrandt werd daarvoor gevraagd. Kom even dichterbij. Als je dit natuurlijk gewoon ziet, zelfs nu nog, denk je eigenlijk, het is gewoon een foto. Zo knap. Als je kijkt naar die kraag. Die kleur, die is weer wit. Nou, die is natuurlijk helemaal wit, want die man is verhangen. Dit is toch een enige schilderij. Thuis te hebben. We nemen het niet mee. Want we zijn kunnen ze vragen wat het kost. Maar kan even vragen wat het kost misschien, ja. Hè? Dit komt natuurlijk met het spreekwoord van daar, een huishouden van Jan Steen. Nou, zo erg was dat niet, want... Het is me net uitgelegd, na 1600 gingen de havens dicht in Antwerpen en Nederland kreeg steeds grotere havens, dus er kwam ook steeds meer geld binnen. En dat hield in dat de gewone mensen ook lekker aan de oestertjes zaten en de druiven en de wijntjes. Want het ziet er fantastisch uit. Een doedelzak, een muziek gemaakt, lekker strofie. Dus kijk hoe prachtig dat glimmen van zo'n kannetje dat je dat kon. Die kon er ook wat van, hoor, die Jan Steen. Ik zit nog te denken welke ik nou uitzoek. Een Jan Steen of een Rembrandt. Maar ik kijk nog heel even verder. Dit is natuurlijk het beroemde schilderij van Jan Vermeer. Een meisje met de parel. En ze noemen dat eigenlijk, het is eigenlijk niet echt een portret. Maar het is meer een tronie, zoals we dat net uitgelegd. En het is ja, eigenlijk toch een beetje bedacht. Dus het is niet echt een portret van naschilderen. Maar het is het meest beroemde schilderij van Jan Vermeer. Het hangt hier in het Mauritshuis. En je weet niet hier wat je ziet. Ik ben totaal onder de indruk. Ik kan niet zeggen dat het aan mijn opvoeding ligt, maar misschien aan mijn luiheid. Maar dit is wel een stukje geschiedenis dat wij als Nederlander gewoon allemaal moeten zien. Dus ik kan alleen maar zeggen, ga met gierende banden naar het Mauritshuis. Want daar hangen hier ook zoveel Rembrandts en bekende schilders waar je echt een beetje stil van wordt. Maar we moeten door. Nou, tijltje verschoond, vers water, lekkere warme lamp, nieuw zaagsel en lekker voer voor de kurkers. Thank you.
Blijf leuk, hè? Zal nog even met fatsoeneren. Prachtige dag. Even lekker naar de tuin, vanavond aan de gang. Ik word hier toch heel blij van. Kijk, hier gaan ze straks in. Hè. Daar zijn ze nog net even te klein voor. Dat is natuurlijk ook een paleis dit, voor die dieren. Kijk eens hoe mooi. Alhoewel. Ja, we zijn in Assendelf. Dit is Gerwin. Hier gaan we zo optreden. Zo. Dankjewel. Ben je niet? Ja. Goed zo. Nog even de zekerheid. Graag gedaan. Yeah.
is vandaag jarig. Hiep, hiep, hoera. Dat hebben we gisteravond al gevierd. En we gaan nu even naar de presentatie van Glamour Rock. Dat is een bandje die eigenlijk, ja, waar Tony Peroni eigenlijk de drummer is. En die hebben een LP gemaakt met allemaal 70-nummers. En vandaag is de uitreiking, dus ik ga even kijken of het ook gezellig is. Nou, ik denk het wel, want het is altijd gezellig. Het is in hun eigen Hard Rock Café in de studio. Dus ik ben benieuwd hoe dat is. We hebben er zin in. Sowieso. Heb jij daar nieuwe plakplaatjes op je armen weer? Nee. Oh, dat lijkt zo. Ben je wat verloren? Dat is wel luier, hè? Het gooit er niet op staat. Belachelijk. We gaan even met Tony Peroni. Die heeft samen met zijn band Glamour Rock een nieuwe LP. En dat wordt vanmiddag gelanceerd. Dus we gaan even kijken in de studio. Leuk, hè? Respect, heren. Maar, weet je, behalve dat ze er hilarisch uitzien, zijn het ook nog eens belachelijk goede muzikanten. Yeah! En dan is het eigenlijk zonde als het alleen maar een beetje een feestbeentje wordt op festivals. Hartstikke leuk. De LP, de allereerste LP van de Glam Rocks. Die daar geïnteresseerd in zijn, ja, die kunnen mij natuurlijk ook volgen op YouTube en natuurlijk mijn eigen kanaal, dat snap je allemaal wel. Even kijken, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Instagram Story en wat ik net al zei, mijn eigen YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de leuke reacties iedere keer weer en ja, mochten jullie tips hebben of wat dan willen weten, jullie weten waar je het heen kunt sturen. Hartelijk dank, groetjes van Geer en een fijne week.